Je noemde Down on the Road was een van de eerste die echt tot stand kwam. Wanneer begon het allemaal vorm te krijgen? Duurde dat lang vanaf die eerste? Ja, jawel. Ja. Ik denk dat het wel een goed jaar heeft geduurd voordat het vorm begon te krijgen. Okay. Ja. Er zijn denk ik een stuk of, laten we zeggen, 15, 20 song-ideeën zijn gewoon weggezet. En dan, ik denk in totaal 5, 6 songs helemaal af. Okay. Ook weggegooid. Okay. Want het was, weet je wel, we wilden iets zoeken, maar we wisten nog niet wat dat ding was. Dus we gingen gewoon, weet je wel, gewoon songs maken en kijken wat bleef plakken. En op een gegeven moment merk je, hé, dit is het. Alright, dan kan dit allemaal weg. En dan gaan we weer vanaf daar weer bouwen. Zeg maar. Is dat dan een moeilijk proces? Omdat je, nou ja, ik weet niet precies wat de timeline is en wanneer jullie tekenen bij Nuclear Bass en wanneer dat proces een beetje met hun liep. Mm-hmm. Maar is dat een moeilijke periode, omdat het allemaal duurt? En... Ja, het is wel een beetje na het... Ja, er werd tegen ons gezegd van, je mag je niet laten ophaasten, tijd moet geen rol spelen, je moet gewoon de vetste plaat van je leven maken. Maar aan de andere kant denk je, ja, als het 2 jaar duurt, 3 jaar duurt, 4 jaar, en dat heeft het intussen geduurd. Ja, shit, misschien raak je dan toch in de vergetelheid en moet je weer helemaal from scratch beginnen. Mm. Krijg je minder makkelijk shows, omdat iedereen zegt van, ja, maar jullie zijn 4 jaar weg geweest. Waarom gaan jullie ergens bij op een festival zetten? Dus het is aan de ene kant voel je je een beetje opgejaagd, aan de andere kant moet je het heel erg loslaten. Het was wel een heel tegenstrijdig... Van zo'n band als Tool wordt dat gewoon geaccepteerd. Want die hebben al de status of zo. En dan is het, oh ja, maar die mogen er 8 jaar over doen, weet je wel. Want je weet dan wat ze gaan... En als, ja goed, wij kwamen net om de hoek kijken. Ja, en dan doe je er ineens zo lang over. Je merkt wel, je moet het wel uitleggen of zo. Dat mensen al heel gauw niet begrijpen waarom je dat zou doen. Ja. Maar ik neem niet, want jullie hebben ook wel wat gespeeld de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus dat, bij jullie is dat niet echt... Het is niet zo extreem als toen. Maar, thematisch gezien, want... kan ik aannemen, volgens mij schrijven jullie de teksten altijd als de muziek al af is, toch? Ja, klopt, ja. Heeft de muziek veel invloed op wat voor soort teksten eruit komen? Ja, ja. Oh, maar ook een beetje de huidige, de maatschappij. Ja, zeker. Ik heb een zinnetje daarvan opgeschreven. The world is fucked, but that's a great food for writing. Ja, dat valt dit wel samen, ja. Dat valt wel mee. Je hebt altijd heel specifiek een thema waarvoor je wil schrijven. Dan geef je altijd een voorzetje. Ja. En dan bouwen we dat eigenlijk helemaal uit. Ja. Ja, nou eigenlijk überhaupt, als de instrumentale track af is, dan beginnen we altijd met fonetische zanglijn. Dus dan gaan we gewoon een middagje met z'n 3 of 4 echt gewoon als een stel autisten alleen maar lijnen inzingen. Oké, wat hoor je hier? En pas als die lijnen echt helemaal zijn uitgewerkt, dan leggen we daar een tekst overheen, zeg maar. En dat is eigenlijk best wel weer gewoon aan het spot van, oké, wat zit ons dwars? Wat willen we uiten? Ja. En wat past bij die track, inderdaad. Inderdaad, wat voor een vibe heeft het. Ja, in die zin matcht het wel een beetje. Ja. Ja. Waren dan misschien 1 of 2 thema's waarvan je sowieso had van, oké, daar wil ik het over hebben, dit moet op de plaat? En... De meeste dingen kwamen heel erg langs terwijl we het schreven. Volgens mij, er was denk ik 1 song waarvan ik van tevoren wist van, oké, daar wil ik wel iets over gezegd hebben. Maar voor de rest was het bijna allemaal... Echoes was letterlijk... Charlie Hebdo? Ja, Charlie Hebdo was toen bezig. En toen was er zo'n hele discussie. En toen dat bezig was, dacht ik, oké, hier wil ik iets over zeggen. Mm-hmm. Dus het gros ervan ging op, weet je wel, de vibe waarin je op zo'n moment zit, de dingen waarmee je bezig bent, dat zijn dan de dingen die op papier belanden. Mm-hmm. En ik denk, dat zet ook heel erg de toon voor zo'n plaat. Van als jij kip lekker in je vel zit en weet ik veel... Dan komt dat ook zo op papier. En... Blijkbaar zaten we niet kip lekker. Maar dat is een punt. Want aan de ene kant heb je dan, volgens mij gaat het goed met de band en jullie konden een album maken en een album die jullie graag wilden maken. Maar aan de andere kant heb je inderdaad, als je het nieuws aanzet, dan heb je de wereld om je heen. Dus hoe balanceer je die 2 dingen? Ben je vrolijk in de studio wanneer je dat soort nummers maakt? Ik denk dat dit echt een boze plaat is. Gewoon boos op de wereld. Waarvan wij destijds dachten daar Steven op af. En nou ja, oké, weet je, dat heeft zich zomaar ook een beetje gebleken met het feit dat Trump president is geworden. Oh man, man, dus het gaat eigenlijk inderdaad gewoon constant in gevecht met de media, wat er gebeurt in de wereld en hoe mensen daar eigenlijk zo weinig aan doen. Ja. Gewoon eigenlijk zo'n hersenloze schapen, maar een beetje alles slikken wat hem wordt voorgeschoteld. Ja. Zeg maar. Ja. En
Waar, dat is een beetje moeilijk om te verwoorden. Maar waar kan muziek bij helpen in dit geval, zeg maar? Wat doet muziek voor jullie om dit misschien wat te verlichten? Of? Toch een beetje het uit van een boodschap. Het uit van je woede. Mensen wakker schudden. Ja. Dat gaat basically over de zoals een unroped, de dikke gast in zijn trailer die een hamburger heeft vreten en naar hersenloos tv kijkt. En ja. Dom worden gehouden door de media en niet meer in staat zijn om zelf een kritische blik op de maatschappij te vormen. Ik denk dat gewoon heel belangrijk is om dat gewoon nu te doen. Ja. Wat voor rol muziek dan heeft. Dus denk ik, ja, het is denk ik een uitweg. En wat je heel vaak ziet, wat ik wel geinig vind, is mensen verbinden echt hun identiteit aan de muziek die ze luisteren. Mm. Ik ken echt wel mensen, ik hoor er zelf ook bij, als je iemand ontmoet en die muzieksmaak van die persoon, die snap je gewoon niet. Dan is dat geeft gewoon direct afstand. En ja. Ik denk, je verbindt je hele identiteit met het soort muziek dat je luistert, maar ik denk ook, het soort onderwerpen. En ik denk de metal fan bij uitstek, of het nou politiek is in metal, of dat het gaat over Dungeons and Dragons en beesten. Het is allemaal een soort van disconnect met de gewone alledaagse wereld. Ja. En ik denk dat metal fans dat allemaal belangrijk vinden. Mm. Ontsnappen daaruit, als het ware. Want je noemde de roots van de metal, dus als we even terug in de tijd gaan, hebben jullie een moment gehad waar je op die manier uitvlucht zocht in de metal? Zeker. Ja, Slipknot was wel mijn ook. Tegen de maatschappij toen ik 15 was. Okay. Ja. Voor mij het echt zo'n bekrompen kuthorp. Wassenaar. Ja, weet je hoe laat het is. Oh, man. Dus Slipknot was wel echt mijn trap tegen wat er van je verwacht wordt als je daar woont, zeg maar. Ja. Ja, same. Dat was ook echt die band. Ik luisterde dat en toen later heb ik nog zelfs een tijdje heel veel hiphop geluisterd. En toen later kwamen bands als Metallica. Maar Slipknot was inderdaad het eerste dat ik zei, holy shit, dit is zo hard. Dit is zo anders dan, en mensen trekken dit zo slecht. Ja. Dat is mooi. Mensen begrijpen het niet zo. En tegenwoordig, ik bedoel, nu zijn jullie een stuk ouder natuurlijk. En zitten zelf in de industrie. Maar merk je dat er nog steeds zo'n soort van, tweedeling is niet helemaal het goede woord. Maar dat er toch een soort van afstand zit tussen bijvoorbeeld metal publiek en het gewone publiek? Ja, zeker. Dat denk ik wel. Volgens mij het hele metal publiek is gewoon, Je zet je ergens tegen af. Je zet je af tegen datgene dat op de radio gedraaid wordt en datgene dat in de top 40 belandt. En de mensen die, ik luister gewoon van alles en nog wat. Zolang van alles en ik nog wat. Ik luister ook best wel van alles en nog wat. Nee. Nee, maar dat zeker. Maar dat als je van alles en nog wat, daar bedoelen ze dan mee alles wat nu in de top 40 staat, zeg maar. Dat is dan van alles en nog wat. En dan denk ik, dat is echt culturele armoe, zeg maar. Ja, ja. Nou, dat is dan misschien wat jij net noemde. Dat je consumeert wat er voor je voorgeschoten wordt, in plaats van dat je zelf gaat zoeken naar iets. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dat is even mijn gedachte. Maar als laatste dan, jullie gaan naar Amerika. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen en wat hopen jullie daar te kunnen doen? Het begon eigenlijk allemaal toen we dankzij Buma Rocks, Frank Helming, naar Amerika konden gaan om daar te spelen op het Global Rock Summit. En daar hebben we toen een keer op les ontmoet, Gerardo, die kwam kijken naar een show. Nou, een half jaar later, toen in een keer bam, lag er een deal op tafel, super vet. En zij zijn gewoon druk bezig gewoon met alles op poten te zetten, daar perspromotie. En we hebben nu ook een Amerikaanse boeker en gaan daar nu een festival spelen, dus dat is super dik. Als Nederlands beentje. Ja. Ja. Ja, nee, zeker. Maar dit was echt al wel lang in de running, als in, we wilden al heel lang natuurlijk een keer daar spelen, weet je wel. Dat is toch, je ziet zoveel Nederlandse bands die dat een keer willen proberen. Nou, wij gaan het ook maar een keer proberen. Ja. Maar staat er veel druk op voor jullie in die zin dan? Ja. Het is gewoon, er zit gewoon een heel bedrijf aan je release te werken en die wil je gewoon niet teleurstellen. Je wil gewoon platen verkopen. Mm-hmm. Ja. Ja. Gewoon platen verkopen om dit te kunnen doen. Om je fans te bereiken en om op de. Dat is, goed. Het is een beetje raar, als in het lijkt dan heel commercieel, je wil gewoon platen verkopen, maar dat is het. Je wil gewoon muziek maken. Ja. En de manier om dat te doen is om shows te spelen en om platen te verkopen. Ja, wat merk je dat ook? Want de positieve zijde van moderne technologie is wel dat de globalisering, we kunnen mensen makkelijker bereiken. Dus merk je dat ook, dat gewoon heel veel interesse is vanuit andere delen? Dat wel, maar het is de concurrentie is daarom denk ik ook veel nijpender. Puur omdat er gewoon ook een aantal mensen wereldwijd die ook diezelfde outlet hebben. Er zijn wereldwijd
heel veel heel getalenteerde muzikanten. Mm-hmm. Dat zie je dan ook ineens, weet je wel. Mm-hmm. En dat staat nu allemaal op Spotify. Ja. En dat maakt het nog moeilijker om je te onderscheiden. En wat je ook heel erg merkt is, vroeger hoe dat ging, weet je wel. Een label pikt iemand op of weet je wel. En die zegt gewoon, oké, weet je wel, we gaan gewoon geld hierin pompen. En we zetten het gewoon op tv. Mm-hmm. En dat is wat mensen te zien krijgen. En zo kan je een band pushen. En nu, je moet het allemaal zelf doen. Mm-hmm. Als in, weet je wel, je kan nog wel geld krijgen van een label of zo. Maar uiteindelijk, weet je wel, iedereen heeft gewoon de keuze om ook niet naar jou te kijken. Ja, dus ja. Dan moet je toch wel echt extra je best doen om echt wat te bieden of zo. Als laatste dan wat je noemde, dat het luisteren van een album een beetje vergane glorie is. Ja. Wat hopen jullie dat mensen wegnemen van het album? Wegnemen? Of, ja, meenemen. Meenemen. Ja, meenemen. Ja, ja, ja. Slechte Engelse vertaling. Ja. Goeie vraag. Ja, het album. Ja, goed. Ik zeg, het doel van die plaat, op een gegeven moment werd het duidelijk wat het was. Het is gewoon de celebration of metal, weet je wel. En dat, ik hoop heel erg dat mensen die plaat hebben geluisterd, dat ook ervaren. Ja, als een bandgevoel van vet. Ja. Dikke riffs. Gewoon, dit is waar die muziek om draait. Ja. En dat hoop ik heel erg. En wat ik ook hoop is dat inderdaad, dat de plaat ook gewoon van begin tot eind een geheel is, zeg maar. Dat het uitnodigt om ook gewoon weer eens voor een plaat te gaan zitten. Ja. En niet alleen je singeltje te klikken, zeg maar. Oké. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Ja, bedankt. Dankjewel. Te gek.